Good morning allemaal. Vandaag is het alweer vrijdag. En ik heb een vrij relaxed dagje. Lola komt vandaag nog even om de laatste, haar laatste stagedag, haar laatste bakken op te ruimen, zeg maar. En verder heb ik... even na te gaan tussen. Het is verjaardag van Kim vandaag. En morgen van Des. Dus we hebben een verjaardagsweekend. Oh, ik heb dus echt al sinds, ik denk 2 dagen. Er zit hier een heel klein rood stipje. Echt in die mini. En als je er aan zit, dan voel ik echt alsof hij gaat spatten. Maar ik weet niet of je het kent. Dus het is een kutgevoel. In ieder geval. Daarna moet ik nog lesgeven. En dat zijn voor mij mijn allerlaatste lessen. Gisteren had ik mijn laatste 18 plus lessen, zeg maar. En dat was echt leuk. En heel gek tegelijk. Want het zijn jongens gewoon niet altijd van mij. Dus ja, een beetje gek. Verder heb ik mijn kinderen voor kinderlessen. En morgen ga ik nog wel kijken op de dansen. Want morgen hebben we nog Disney's Tridents, Tridents en Modern. Dus ik wil er bij de laatste dag ook gewoon lekker bij zijn. Voor nu ga ik me even snel opmaken. Want vanavond moet ik best wel snel naar die verjaardag van Kim. En toen dacht ik, nou, als ik me nu opmaak, hoef ik dat vanavond niet meer te doen. En dan heb ik het gewoon gehad. Dus even opmaken en dan gaan we lekker aan de kledingbakken zitten. Nou, Lola kon na een half uur alweer naar huis. Want we waren eigenlijk al snel klaar als gedacht. En ik heb nog een vet schattig cadeautje gehad. Ik denk voor het lesgeven. Oh. Ik heb best wel veel cadeaus gehad. Nala. Opa. Dit jaar. Het is echt vet lief. Mango hair masker. Schattig. Een knuffel van jou. Oh. Zo lief. En een klein cadeautje. Dat kan lekker lekker. Sour cream, super lief. Ik heb zoveel lieve dingetjes gehad van leerlingen. Dus echt mega bedankt allemaal om te kijken. Ik ben net even naar de kraakjes geweest in Monster. En ik heb bij It's Me een heel leuk opbergje gekocht. Ik ga het aantrekken. Een gele variant. En hij is van Cirkel Kras. En ik vond hem echt leuk en hij was nu maar 20 euro. Dus ik heb nu gewoon lekker een zomers kobertje erbij. Oh, dat moet alleen. Ja, een lekker zomers kleurig kleurtje. Voor maar 20 euro. Dat is eigenlijk goed. Ik was Circle of Frost. Ja, Circle of Frost. Voor maar 20 euro. Dat is echt super leuk. En omdat gisteren de show. Afgelopen week de show was. En ik echt keihard gewerkt dacht, ik ga nog even zelf wat dingen bestellen. Want ja, dat heb ik eigenlijk wel gewoon simpelweg verdiend. Ik heb nieuwe AirPods besteld. Iced Tea Peach, die heb ik nog nooit geproefd. Maar daar was ik gewoon benieuwd naar. Deze ook niet, Mango Passion. Wel de watermeloen. Die waren namelijk echt vet lekker prachtig. Dus dacht ik, die bestel ik gewoon weer. En ik heb kleding besteld bij Ashwells. En die doos ga ik nu openmaken. Als die nu hier. Vind je wel scherp? Ashwells, het is gewoon echt een superleuke zaak. Dat heb ik al vaker al besteld. En ik dacht nu. Ik ga even kijken. Thank you, bla bla bla. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5 dingetjes besteld. En. Ik ga het allemaal gewoon even passen. Komt-ie. Als eerst heb ik deze paarse mesh top besteld. Het is een one shoulder top. Er zit ook een touwtje hier. Het ziet er een beetje gek uit. Ik haal hem er even uit. Het is een body en ook echt heel leuk. Het is van mesh. Deze broek, ik vind hem heel leuk. Het zit van die leuke gittertje aan de zijkant. Alleen vind ik de onderkant van de broek niet zo mooi. Dus ik ga even kijken of man dat nog wat kan regelen of wat mee kan doen. Verder heb ik nog deze hele leuke hartjes. Wat is het? Gilet. Vond ik ook echt heel erg leuk. Gaan we door met deze off-shoulder body. Hij zit nu een beetje gek. Ik moet hem nog even leuk stylen. Maar zoals je ziet moet dit er overheen vallen. En dan heb je een hele leuke zwarte off-shoulder body. En ik wil het liefst. Schrik niet. Ik heb gewoon sport-BH aan. Ik vond hem heel intens. Maar ik wilde hem gewoon bestellen.
Het paarse leren jasje met van die hele leuke detail. Details. Hoe je het mag noemen. En ik vind hem echt fantastisch. Het is een leuk modelletje, een keer een kleurtje in de kast in plaats van een zwarte jas. Dus goed uitgekozen. Ik heb nou toch iets raars, jongens. Ik ben geblokkeerd op TikTok met het account van Small World. En waarom precies, weet niemand. Ik weet alleen dat ik het een beetje gek vind, want er staan op Small World en op mijn eigen account trouwens ook helemaal geen gekke filmpjes. Niks raars. Op Small World staan er eigenlijk alleen maar dansfilmpjes. Dus ik zou niet weten waarom ik op dat account geblokkeerd ben. En iemand heeft het zelfs gedaan, dus ik ben benieuwd wie diegene is en waarom. En daarmee zijn ze dus in zee gegaan en gaan ze het account helemaal checken. Maar ja, dan denk ik op mijn dansschoolaccount, want ik kan er nu ook niet meer op kijken, maar zover ik weet, staat er niks raars. Het enige wat erop staat zijn dansfilmpjes, TikToks. En daar is alles eigenlijk ook mee gezegd. Dus ik bouw er wel een beetje van. Want ik kan dus helemaal niet meer in mijn account van de dansschool. En ik ben benieuwd of alle concepten er nog wel in staan. Want ik heb best wel wat filmpjes met de meiden gemaakt afgelopen week. Om nog lekker te posten in de vakantie. En zo niet, ja, dan ben ik gewoon best wel heel veel filmpjes kwijt. Dus ik vind het een beetje een vreemd verhaal. Ik snap ook niet zo goed waarom iemand mij, wat ik zeg, verwijderd heeft. Om welke reden zou je mij op TikTok verwijderen? Geen idee. Ik kan hier gewoon eens goed tegen, ik snap het niet. In ieder geval, ik heb mijn jasje aan, mijn leren jasje. Ik ga nu lekker les geven. Mijn allerlaatste les van dit seizoen, de dansschool. En die duurt maar 3 kwartier, dus dat is ook wel lekker. En daarna klaarmaken, althans ik heb mijn haar en mijn make-up al gedaan. Omkleden, douchen, omkleden, lijkt niet zo handig. Klaarmaken voor het feest van Kim. Dus een prima avond. Alweer 8 uur geweest en heel erg vroeg. Het was gisteravond best gezellig. Het is ook wel laat geworden. En toen bedacht ik me, oh ja, de wekker gaat ook niet vroeg. Want vandaag zijn de allerlaatste lessen van het seizoen en daar wil ik gewoon bij zijn. Want het is gewoon leuk als afsluiting. Dus ik was even vergeten dat ik iets vroeger moest opstaan, maar dat is natuurlijk ook niet. Ze ruikt het raar. Ik denk buiten door het weer, het regent zo hard. In ieder geval, ik ga dus weer naar de dansschool. En vanmiddag heb ik geen hele drukke planning. Vanavond daarentegen hebben we de verjaardag van Des. Daar gaan we ook uit naar Rotterdam. Dus ik neem jullie gewoon lekker mee naar vandaag. Oh, je zit in de auto. En dan denk ik dat je iets bent vergeten. En je bent ook echt vergeten. Dus we mogen weer terug naar huis. Dus gelukkig was ook lekker weer. Snel even de cadeautjes halen voor de hulpouders die afgelopen shows hebben meegeholpen. Het is vandaag zondag. En gisteravond is het wat laat geworden. Dus heb ik ook heerlijk kunnen uitslapen. En dat vind ik wel echt chill. Nu is het tijd, want ik heb nog een staan in het huis. En dat is best wel veel werk, want we willen alles echt zo spik en span trekken. Kijk maar, spik en span hebben. Ik ben nog niet helemaal wat, ik ben echt net meer van. Voordat we verder gaan met de vlog, eerst maar. Uur verder en dan is het huis lekker schoon. Echt wel fijn als het eenmaal gedaan is, alleen het schoonmaken zelf is nooit zo'n pretje. Net even lekker gedoucht. En vandaag is eigenlijk een vrij relaxed dag. Ik heb geen hele gekke planning.
Alleen dat we de boodschappen moeten doen. En het huis moest echt gedaan worden, dat was het. Voor de rest hebben we, een relaxe dag. Kim komt vanavond spelletjes spelen, dus dat is wel gezellig. En ik, ga denk ik vandaag lekker relaxen. Nadat je zo'n week hebt gehad met shows. En nu echt beseft van, oké, vanaf vandaag heb ik officieel echt 8 weken geen danslessen, zo gezegd. Valt er toch nog wel echt dan nog een beetje een last van je schouders. En dan kan je nu pas een beetje beseffen van, oh ja, ik heb echt vakantie, ik ben echt vrij. Dus dat is wel heel lekker, om nu gewoon echt even goed bij te tekenen. Gisteren mijn haar gewassen, zoals je ziet, is het een beetje gek. Dus we gaan het even lekker stylen. En bijtanken vandaag. Nou, wij liggen dus even lekker op de bank te chillen. Krijg ik dit pakket. Ik weet niet van wie het is. Ben jij hier vanaf? Of wat het is. Een ballon. You're the best. Met een kaartje. Ja, leuk hè, een touwtje, Nala. Een meloen. Een keer bedankt. Oh, van Luna. Echt een hele tekst. Wat lief. Nou, Nala is blij met de ballon. Die is wel lekker aan het spelen.